Deze aflevering staat in het teken van Bob Dylan. Hij is vandaag 80 jaar geworden. En we zijn op bezoek bij Jochem Markhorst. Hij is groot kenner van Dylan en hij heeft meerdere boekjes geschreven over zijn songs. En hij neemt ons mee met zijn liefde voor Bob Dylan en hoe dat tot stand is gekomen. En hij neemt ons uiteraard ook mee met zijn favoriete albums op vinyl. Jochem, in deze aflevering zijn we bij jou. Bob Dylan is vandaag 80 jaar geworden. Jij hebt meerdere boekjes geschreven over Dylan. Kun je ons meenemen met jouw liefde voor deze held? Ja, nou, liefde voor Bob Dylan is een jeugdliefde, zoals elke liefde van de mensen die jullie interviewen wel een jeugdliefde zal zijn, of op tafel zal komen in ieder geval. Dylan is muziek die tamelijk letterlijk rocked my cradle. Dus mijn ouders hadden al de Bob Dylan Greatest Hits, de befaamde Greatest Hits plaat die in het begin van 1966 in Nederland is uitgebracht. De plaat waarop Blowing in the Wind stond en Highway 61. Dus Freewheeling is dat, hè? Freewheeling van Bob Dylan. Nee. De Freewheeling die was gek genoeg vrij laat verkrijgbaar in Nederland. Nee, de best verkochte plaat van Dylan aller tijden is de plaat waar ik hier toevallig de cassette van heb liggen. Bob Dylan Greatest Hits. Dat is nog steeds zijn best verkochte plaat aller tijden. Dus dat zijn allemaal nummers die samengevoegd zijn, dat zijn Greatest Hits. En dat is dus niet een studioalbum, maar gewoon een compilatie. Je kent de meeste wel. Blowing in the Wind, The Times They Are Changing, Don't Think Twice, It's Alright, Rainy Day Women. Je kent ze wel. Zeker als je ze hoort. Dus dat was de plaat die zowel bij mijn ouders als bij bijna iedereen bij ons in de familie op feestjes werd gedraaid. Dus vrij letterlijk, Dylan rocked my cradle. Ik was anderhalf toen mijn ouders die plaat kochten en die schalde vaak genoeg door de woonkamer en waarschijnlijk ook bij mij door de slaapkamer. Dus ik kende Dylan al van vroegs af aan. Het was alleen niet echt nog geen echte liefde. Hè? Dus de echte liefde van mijn vader was Creedence Clearwater Revival en van mijn moeder de Beatles en de Everly Brothers. Dus dat was de echte liefde, maar Dylan kende ik altijd. Die plaat werd vaak genoeg gedraaid. Op de achtergrond hoorde je zijn muziek. En, ja. Dat en bij elk feestje werd hij wel een keer opgezet en dan hoorde je wel weer Highway 61 Revisited of een van die andere liedjes. Maar op een gegeven moment kwam dus die liefde waardoor je meerdere boekjes bent gaan schrijven. Ja. Die liefde die kwam in de vroege puberteit. Dus vanaf dat ik nu een jaar of 12, 13 was, toen was ik oud genoeg om alleen met de trein naar mijn tantes in Amsterdam te gaan logeren. Mijn tantes, ik heb twee tantes in Amsterdam, allebei vrijgezel, ongetrouwd, wars van welke pedagogische principes ook. Een paradijs voor een jochie om te gaan logeren, want ze hebben zulke stapels stripboeken. En zulke stapels grammofoonplaten, dus ik ging daar vaak een weekje naartoe. En zij hadden Blonde om Blonde. En dan komen we gelijk op de top 3 van jou, van Bob Dylan. Dit is de plaat Blonde om Blonde, die is uitgekomen in 1966. En die heeft echt de bliksem doen neerkomen. Die heeft mijn Dylan-liefde aangewakkerd. Dylan kende ik dus al. En toen ik weer eens bij mijn tantes ging logeren in Amsterdam, zette ik vrij toevallig na Lou Reed en na, wat hadden ze nog meer daar, David Bowie, pakte ik Bob Dylan eens bij. Eerste liedje hierop is Rainy Day Women, dat kennen we allemaal. Dat kende ik toen ook al, dat kwam vaak genoeg op de radio. Hè? Everybody Must Get Stoned, dat liedje. Ja, precies. Tweede liedje is Pledging My Time, dat is een vrij ordinaire blues, nog niks aan de hand. En dan komt Visions of Johanna, en dat is het. En waarom greep het je zo aan, dat nummer? Wat vond je er kennelijk, zo? Kennelijk, je bent sowieso ontvankelijker, denk ik, op die leeftijd. Ik zal een jaar of 13, 14 zijn geweest. Ik zat er met eentje vaak overdag bij een van mijn tantes thuis. Mijn tantes waren gewoon aan het werk. En ik zat daar de hele dag met die stripboeken en met die platen en met de katten van mijn tante de dag door te brengen. Mijn tante woonde in de Kinkerstraat. Dat is een lange rechte straat in Amsterdam met één bocht. En in die bocht woonde mijn tante. En dat is van belang omdat de tram komt door die bocht. En die tram die maakt maar op één plek herrie in Amsterdam, dat is in de bocht van de Kinkerstraat. Dus vlak voordat je bij de Kost verloren vaart bent, is er zo'n bocht naar de Kinkerbrug. En dan hoor je. En dan is het weer stil en dan komt de volgende wagon door de bocht. En precies op dat moment begon Visions of Johanna. En het is echt geëtst in mijn soul. Ik zie het daar, dat je het helemaal weer terug kan, dat je helemaal weer beleeft. Ik ben niet de enige hoor. Dus je hoort vaak bij mensen die een zwak hebben voor Dylan, dat is het liedje. Dat is het liedje wat de bliksem heeft doen neerkomen. Visions of Johanna. Mooi. Dat is het mooiste liedje wat hij ooit heeft gemaakt, zeggen ze dan. Het is in ieder geval het liedje wat de bliksem deed neerkomen. Ik denk dat ik geen top 10 kan maken van de mooiste Dylan liedjes. Althans geen staat hij ook niet op die andere, want er ligt er nog één onder, ja. Nummertje 2. Nummertje 2, dus hiermee was de liefde eenmaal ontbrand.
Dit is daarna de eerste plaat geweest die ik van mijn zakgeld heb gekocht. En dat is een hele goede keuze geweest. Want ik denk dat voor elke Dylan-liefhebber deze plaat wel in de top 5 staat. Van mooiste Dylan-platen ooit. Bij een heleboel staat op nummer 1. Blood on the Tracks. 1975. Wat maakt deze plaat mooi? Veel mensen vinden dit mooi omdat ze de ultieme echtscheidingsplaat vinden. Daar heb ik een iets wat andere mening over. Maar ik volg het wel. Het zijn veel liedjes die gaan over... de teleurstelling van een gestrande liefde. En die maken we allemaal hierna, mee in ons leven. En kort hierna is Dylan inderdaad gescheiden. En inderdaad heeft hij dit opgenomen in een tijd waarvan de biografen zeggen van nou, dit is de inzinking in zijn huwelijk geweest die uiteindelijk naar de scheiding 2 jaar later heeft geleid. Het zijn inderdaad veel liedjes over liefde en verlies. Waar muziek volgens mij gaat, het is een hele hoop muziek gaat over de liefde, ook van Bob Dylan. Ja en nee. Ik bedoel, uiteindelijk zegt Dylan zelf ook, love is all there is and love is what makes the world go round. Het is een cliché van je welste. Ja. De meesterschap van Dylan is dat hij dat zo poëtisch kan inkleden dat het iets universeels krijgt. Dus dat het iets banaals als een echtscheidingsruzie overstijgt. Dat het meer is dan alleen maar zijn verhaal van zijn liefde met dat met zijn vrouw. Het wordt universeel bij Dylan. Dylan haalt er poëzie uit de middeleeuwen bij, pakt melodieën uit de 19e eeuw. Dus schrijf je dat ook allemaal in jouw boekjes die je hebt geschreven? Ik vind het heel interessant om te zien waar komt het vandaan. Dylan is een poëtisch genie, daar zijn we het wel over eens. Hij heeft niet voor niks een Nobelprijs gekregen. Daar zijn de meeste mensen wel het over eens. Je kunt er ruzie over maken of nou uitgerekend Dylan in 2016 Nobelprijs dat moet krijgen. Maar de meeste mensen zijn het wel over eens. Het is een groot poëet. Ik vind het ook wel Nobelprijswaardig. En als we nou even doorschakelen naar nummer 1. Welke staat er nog nummer 1? Ja, we zijn benieuwd. Ja, nummer 1. Ja, deze zit het diepste in mijn systeem. Ik weet niet zeker waarom. Ik heb hem gekocht toen ik 14 of 15 was. En dat is nou eenmaal zo'n leeftijd dat je heel erg ontvankelijk bent voor indrukken. En die muziek die je dan raakt, die raakt je op je 80ste nog steeds. Andere muziek die je waardeert en waarvan je houdt als je 20 bent, dat gaat weer weg. Op de een manier. Dat gaat niet zo diep, dat wordt niet zo geëtst in je ziel. En deze plaat die is verfoeid onder veel Dylan-fans. Dat is de eerste plaat waarop hij geen mondharmonica speelt. Voor andere mensen zullen dat een voordeel vinden. Mm-hmm. Uit welk jaar komt hij? 1978. Het is een plaat waarbij hij een big band heeft. Er zijn blazers, er is percussie, er is een achtergrondkoortje. Het is uitbundiger ingekleed dan vrijwel al zijn andere platen. Poëtisch bereikt hij hoogtes die hij nooit meer bereikt. Het is hele gedegen hermetische poëzie. Het zijn hele lange, ook wel moeilijke teksten. Er staan een paar simpele bluesliedjes op, maar de pijlers van deze plaat... De diepe nummers die... Dat is geweldige poëzie. Dat is vergelijkbaar met T.S. Eliot, die ook als een Engelse dichter, die ook als voorbeeld gebruikt. Dus ja, hij bouwt sommige van zijn songteksten precies zo op als de mooiste gedichten van T.S. Eliot zijn opgebouwd. Hij grijpt terug op middeleeuwse poëzie. Er zit beat poetry in. Hij slaat bruggen tussen eeuwen aan traditie, aan poëtische traditie. En ik vind dat hij dat doet met prachtige liedjes. Dus dat zijn ook hele mooie melodieën. Daar ben ik vrij eenzaam in. Dus er zijn veel Dylan-fans die deze plaat verfoeien omdat A, ze vinden het woordenbrei, te veel woorden. En B, ze vinden de liedjes gewoon niet zo sterk. Dus als ik je zo hoor, dan is dit wel voor jou de nummer 1. Ja. Bob Dylan plaat van die 39 die hij heeft gemaakt. Naar het onbewoonde eiland en ik mag maar 1 plaat meenemen. Dan zou dat die worden. Dan wordt het Street Legal.